NXP is 2 jaar geleden ontstaan uit de verkoop van de chipdivisie van Philips. Het bedrijf maakt chips voor onder andere televisies en autoradio's en is ook actief in ambitieuze projecten als de OV-chipkaart en rekeningrijden. Maar de markt voor computerchips is sterk afhankelijk van de wereldeconomie. En daar gaat het nou niet zo lekker mee. De wereldeconomie gaat niet goed. Ook de dollar is zwak. De consequentie was dus dat we zware maatregelen moeten nemen in onze bestand van werknemers. En dat komt heel hard aan. In Eindhoven verdwijnen dus 250 banen op het hoofdkantoor en op de onderzoeks- en ontwikkelafdeling, ook wel R&D genoemd. En hoewel het al langer in de lucht hing, is het nieuws over de ontslagen toch behoorlijk aangekomen. Al wil het personeel er liever niets over kwijt. Zou ik jullie iets mogen vragen? Nee, geen commentaar. Nee, dankjewel. Nee, nu weer niet. Vakbond FNV Bondgenoten maakt zich grote zorgen over het verlies van hoogopgeleid personeel in de regio Eindhoven. Waar komen die mensen terecht en hoe kunnen we die mensen ook voor die regio behouden? En daar zullen we ook echt beleid op moeten gaan maken. Niet alleen wij als bonden met NXP, maar zeker ook de regio Eindhoven en alles wat er omheen hangt. Het zou doodzonde zijn als die mensen uit die regio zouden verdwijnen. En het is een verantwoordelijkheid van iedereen om die mensen daar te behouden. Want straks trekt de economie weer aan en kunnen die hoogtechnologische bedrijven niet aan nieuw personeel komen. NXP wil daar nu al een stokje voor steken. Dus we zijn nu aan het praten met een aantal andere bedrijven, ook met de gemeente en zo. Van hoe kunnen we die R&D-capaciteit toch op peil houden? Door het eventueel te kijken, kun je dat bij andere bedrijven neerzetten? Kunnen we dat samen als een pool gaan gebruiken? Om die manier te zorgen dat de regio dus niet achteruit gaat. Daar hebben we nog geen oplossing voor, maar daar zijn we wel hard op zoek naar. En daarom is het nu nog niet bekend hoeveel gedwongen ontslagen er bij NXP in Eindhoven gaan vallen.